Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ivan, ik heb nu contact met een van de power ladies van Suriname. Deze vrouw kennen wij als ex-minister, voorzitter van het stembureau geweest, hoofdstembureau. En de belangrijkste functie van haar, denk ik, advocatuur en de laatste tijd, is zij echt mediapersoonlijkheid. Jennifer van Dijk Silos, hoe gaat het met je? Het gaat prima. Ik mag niet klagen. De omstandigheden in Suriname zijn niet rooskleurig. Maar ik zeg aan ieder, hoe moeilijk het ook is, je moet overleven. Want dan alleen kunnen we Suriname eruit halen. Ja, maar als iedereen bij de pakken neer gaat zitten, dan gaan we nog dieper in die put. Het gaat niet zo goed in Suriname. Dat is mijn houding. Het gaat helemaal niet goed. Hoe zie je dat dan? Hoe merk je dat? Nou, de crisis, de economische crisis is een verschrikking. Nu blijkt ook dat IMF, ik zag een artikel, ging langs over IMF, dat fout heeft ingeschat in verband met de vlucht van de koers. Maar dat is je reinste amateurisme ook, toch? IMF kan 10 zeggen, maar je hebt je eigen deskundigheid. Of met eigen deskundigheid bedoel ik, je hebt je deskundigen die je kunnen aangeven. Kijk, de VES heeft aangegeven wat er gaat gebeuren. Dus dan moet je ook luisteren naar de deskundigen, ook al zijn ze niet oranje of geel zwart. Je moet naar ze luisteren. Nee, en je kan je die laten toetsen, second opinion vragen. Wat zeggen die deskundigen dan? Even kort. Wat zeggen die deskundigen? Nee, VES heeft in de tijd aangegeven. Toen het was van koers. Ik praat al over iets wat aan het begin is gebeurd. Gelukkig 2 jaar geleden. Toen VES heeft gezegd, nee. Er moet zeker niet, er moet meer productie komen. Allerlei, ik ben geen econoom. Dus alles wat ik nu zeg, zeg ik vanuit de amateuristisch denken. En ik citeer VES gewoon. Laat me dat direct zeggen. Ik moet niet met me komen redeneren over de economie, want dat is niet economie. Maar ze hebben het op gezette tijden steeds gezegd. En het komt uit. Het moment dat je die productie uitschakelt met je zogenaamde maatregelen, dan krijg je dat je geen inkomsten krijgt. Dat is logisch, daarvoor hoef je geen econoom te zijn. En dan gaan de rare dingen gebeuren. Wanneer je niet meer produceert en niet meer kan verkopen aan het buitenland, komt er ook geen valuta binnen. Dat hebben we ook gezien bij de vorige regering. En dan ga je maar lenen, hier en daar. Rijke zaken, man uit Afrika, weet ik veel. Allerlei dingen. Dan surfen, dan dit, dan dat. Alles en liefst nog bij verkeerde bronnen lenen. Weet je, dus alles wat je de vorige keer bij de vorige regering kon kwalijk nemen. Dat gebeurt in volle vaart, hè. Hogere vaart nu. Dus maar het komt ook omdat als je geen visie hebt, een ontwikkelingsvisie niet hebt. Ja, maar Santok is toch die man die pretendeerde visie te hebben voor Suriname. Suriname zegt vision. Het goed. Ja. U zegt het goed, pretendeerde, want de VHP is vrij vroeg begonnen met die visie van 2030. Of precies, dat. Precies. Er was een grote conferentie en hij heeft zich niet eraan gehouden. Je ziet het ook aan de vele teleurgestelde VHP-deskundigen die hier en daar oppoppen tegenwoordig en wat zeggen. Want zij hebben er ook aan meegewerkt. Zij hebben ook iets goeds voor Suriname gewild. Iedereen die zijn deskundigheid gratis ter beschikking stelt en komt met dingen. Maar je denk aan Suriname. Niet zozeer aan VHP of APOP of NPS of NDP. Die denkt aan Suriname. En als je een president hebt die denkt dat Suriname een vergrootbeeld is van de VHP en hij daarom allerlei dingen kan doen en ten gunste van de VHP, dan krijg je een probleem, ja. Maar is er geen oppositie of denktank die de president tot orde roept? Ik bedoel, het is geen dictatuur, toch? Ik ben altijd voor democratie. Ik weet het niet, hoor. Ik democratie. Heb niet het gevoel. Eerlijk gezegd, ik heb niet het gevoel. En als hij er één heeft, dan functioneert die niet. Dan moet je ze bedanken. Maar ik heb niet het gevoel. Ik denk dat hij maar naar één man luistert. Nou, dat is de minister van Bibes Ramdien. Alleen naar meneer Albert Ramdien. Hij ook niet naar Angijber zien. Ja. Maar waar is het misgaan met Santokki en zijn visie? Want hij had visie hier gepresenteerd. En ik dacht van ja, dat is wat je namen nodig hebt. Waar is het misgaan dan? Hij heeft namelijk
Voor mij hoor, na 4 jaren of 3 jaren, 3,5 jaar regering Santokki, zeg ik, hij heeft en is ongeveer 2, 3 jaren daarvoor begonnen met de actieve actie naar het volk toe, hè? Om aan te tonen, hij kan die verandering brengen, blablabla. U weet zelf wel, die verkiezingscampagne heeft die vrij vroeg gestart met het binnenland. Toch, ik ga dingen afnemen, ik garandeer afname van jullie producten. Hij wint en hij was klaar met ze. Enzovoort, enzovoort. Hij heeft gepraat wat visionaire mensen voor hem hebben geschreven. Dat gevoel kreeg ik. Ik luister naar Ramsaran, ik luister naar Hikman, ik luister naar anderen, nu ook naar Rabbi Roulal. En ik denk van, maar dit zijn stevige mensen om naar te luisteren. De VES heeft hem ook ondersteund en alle benefit of the doubt gegeven in het begin. En nu, ja, zij ook, iedereen is in zijn verwachtingen teleurgesteld, zowat. Behalve zij, die middels nepotisme en corruptie eraan verdienen. Die worden schatrijk. En dat is hun visie. Je zakken spekken. Weet je, en het is duidelijk dat wat hij verkondigd heeft, hij dat niet kan uitvoeren. Hij is niet in staat geweest om het vervolgtraject in te zetten. Ook omdat hij zo, dat haal ik uit de verhalen, ik weet het niet zeker, ik luister naar de reactie van mensen. En dan zeg ik van, maar hoe kan je bijvoorbeeld, ik ken de hele meneer Ramsaran niet hoor, laat me direct zeggen, ik heb nog nooit een gesprek met die man gevoerd, maar ik heb hem vanaf het begin gevolgd. En ik heb de kentering ook gevolgd en het waarom van zijn kentering. En hij, als je een brief schrijft over een man om hem te branden, dan stond je echt pal achter die man. En daarom vind ik de ontwikkeling bij Ramsaran zo interessant eigenlijk. Want dat geeft aan zijn grote teleurstelling. Hè? En dan denk je, dat moet je niet doen met deskundigen. Moet je absoluut niet doen, want ze liggen niet voor het rapen. En ze liggen ook niet zo voor het rapen dat ze geven hun adviezen. Kijk, VES geeft gratis. Ramsaran moet het ook gratis hebben gedaan. Dat boek geschreven, hem een branding gegeven van hier tot kinder. Dat heel Suriname het geloofde. En nu krijg je dit. En je hebt het vrij snel gekregen. Augustus geïnaugureerd. September waren statuten van staatsorde gewezen. Oktober was de grootste deskundige van Suriname, zijn vrouw. En die werd overal in benoemd. Dus er zijn dingen gebeurd waarvan je afvraagt, dan heeft hij, of waardoor je kan concluderen, dan moet hij al die tijd een beetje gefantaseerd hebben, laat me het lief zeggen. En dat is lief zeggen, hij heeft gefantaseerd. En dat noem je lief zeggen. Ja, ik wil geen ander woord over. Je weet, fantasieën zijn luchtkastelen, hè? Ja. En ik bedoel, je hebt recht van spreken als er 4 jaren bijna 4 jaren en er gebeurt niks. Dan gaan mensen praten, toch? Ja, klopt, dat gebeurt. Ja. En dan vind ik het jammer dat men niet naar de issue keek. Mm-hmm. Zijn aanhangers of zijn partij. Want je wordt deze dagen, de afgelopen 24 uur, ben je flink besproken hier in diaspora op verschillende radio die Suriname volgen. En het ging erover dat jij, ik weet niet of het oproep was, maar dat jij zo boos bent met alle brieven die gestuurd worden door politieke partijen in verband met paasdagen en feestdagen naar sites en kranten. Hoe zit het eigenlijk? Ik heb gereageerd op een uitspraak van de president. Men moet dingen goed zeggen. Als men me wil uitschelden, dan zal men terecht uitschelden. Weet je, en bovendien, het laat me Siberisch koud. En waarom laat het me Siberisch koud? Ik ben gewend dat men in Suriname, en dat geldt niet alleen voor Jennifer van Dijk Silas, geldt voor iedere criticus, gaan ze niet op de issue af, maar op de persoon, wanneer ze een zwakte voelen. Wanneer de president zegt, het is praat over de president hoor, dat heeft me geraakt. Een of andere boboebitjorie of onbelangrijke figuur die nonsens verkondigt, zou ik waarschijnlijk denken, ach, die dorpsgek laten maar. Maar wanneer de president dingen zegt, heeft het invloed op de samenleving. En daarom moet je voorzichtig zijn. En zeker met hele gevoelige dingen als religie.
Je zal me niet nooit iets onvertogens horen zeggen over welke religie dan ook. Over de hele wereld. Niet alleen van Suriname, over de hele wereld. Ik ga een voorbeeld noemen, Israël-Gaza-strook. Ik zou die Israëlieten uitschelden, maar je gaat me niets over het Jodendom horen zeggen. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik begrijp het. Ik wil zeggen, je gaat die stomme oorlog en die kindermoorden en weet ik veel wat er allemaal daar gebeurt in Gaza-strook, ga je aanvallen. Je gaat het tackelen. Maar je gaat niet zeggen dingen van het Jodendom erbij halen. Dat doe je niet, dat is een religie. Ja, ja. En geen enkele religie schrijft dit soort dingen voor. Dus wanneer je zegt, en je weet niets van het christendom eigenlijk, als je dit zegt, dat de kruisiging door fake news komt. Ik bedoel, dan raak je mee als christen, want ik ben een christen, ik kom ervoor uit. Dan raak je mee als christen, want een christen, ook al ben je niet een hevige fanatieke christen, maar je beseft wel de kracht van het bloed van Jezus. Je beseft wel het offer dat Jezus gebracht heeft om de zonden weg te halen van de mensheid. Zo drukt de Bijbel het uit. En het bloed van Jezus heeft de zonde weggewassen. Dat is zo'n heilig ding dat gebeurt. Bovendien is de Messias geprofeteerd geworden door Mozes. Maar na mij komt degene die jullie gaat redden. En die religie zegt ook, God heeft zijn enige geboren zoon gezonden om de mensheid te redden. Daar maak je geen nieuws over. Het is ook geprofeteerd dat hij aan het kruis zou sterven. Het is ook geprofeteerd dat hij moest sterven. Voor mensen die dat geloven, is het geprofeteerd. Ja, toch? Want nu maak je hem tot een wereldgodsdienst en nationale godsdienst. En het is de waarheid voor iedereen, Jezus. Ik ken heel veel mensen die niet eens Jezus geloven. Nee, het is niet de waarheid, maar je moet respect tonen. Oké. En als je het niet begrijpt, hou je mond. Ik begrijp niets van het hindoeïsme. Je zal me niets onvertogens over het hindoeïsme horen. Omdat je niks van begrijpt, dus ga je niet, geen uitlatingen doen. Over. Het gaat om het respect, daar gaat het weer mee om. Er is helemaal niet gezegd dat hier een christelijk land is. Het is geen christelijk land. Een land dat met zoveel godsdiensten zit, is niet christelijk. Is niet één, is niet mono godsdienstcultuur, toch? Het is multi, het is even divers als de verschillende etniciteiten die we hebben. En we zijn hier geboren en we hebben ook geleerd om respect te hebben voor elkaars religie. Anders konden we nooit vreedzaam met elkaar wonen. Dan was het net als Ierland, je weet toen de tijd met die oorlogen tussen Rooms-Katholieken en Protestanten. Ja, ja. Hebben we elkaar uitgemoord. Mm-hmm. Zeker. Of vanwege stromingen in het christendom, notabene. Ja. Weet je? Dus en als je hier dan nog verschillende godsdiensten hebt... Wat heeft de president zo gezegd dat je zo, ik wil bijna zeggen, woest maakt of zo? Ik vond het disrespectful om aan te geven dat Jezus gekruisigd is door fake news. Dan weet je niets van de filosofie daarachter. Dat heb je gedemonstreerd. Je moet voorzichtig zijn wanneer je over gevoelige dingen praat. Als het ging misschien om een ander ding, had ik waarschijnlijk niet fel gereageerd. Maar als je praat over Goede Vrijdag, Eerste Pasen, de herrijzenis van Jezus uit de dood. Rustig, rustig met die dagen. Want het zijn in feite de dagen van bezinning en inkeer. Sommige christenen vasten ook naar Goede Vrijdag toe. Dat zijn de Rooms-Katholieken, die staan erom bekend. Misschien zijn er ook andere stromingen binnen het christendom die doet. Ik weet niet van de Rooms-Katholieken. Maar dat geeft aan hoe diep dit alles gaat. Dan moet je niet met zogenaamd om modern te zijn, moderne dingen komen zeggen. Men wist ook, Jezus wist dat hij verraden zou worden. Heeft het toch ook gezegd? Voordat de zon opkomt, nog voordat die hand er iemand krijgt, die veel weet dat zegt, zal een van jullie mij verraden.
Het hoort allemaal bij dat verhaal. Dan moet je niet zeggen fake news. En al heb je het goed bedoeld, dat hij door leugens is. Men heeft hem. Het was geprofiteerd. Het was voorzienbaar dat het zou gebeuren. Wij vertalen toch niets met onze hersenen vanuit het hindoeïsme wat ze doen. Als je dat doet, raak je een gevoelige snaar bij die groep. Als je iets zegt van de moslims met je rationele hersenen, raak je ze ook. Dat is waar ik op heb gereageerd. Okay. En ik heb toen dat ding van die twee klappen op een wang of twee wangklappen. Ja, daar wil ik ook naartoe. Want er is een hele persbericht uit geweest. Hè? En hier, ik weet niet of je daar ook ontvangen hebt. Nee, maar watertand is een... Ik zorg me niet aan watertand. Watertand zitten sensationele dingen ook van u weg te halen en dat u te verwijzen. Uh-huh. En maakt er een sensationeel artikel van. Dus dat heeft voor mij niet veel waarde. Maar je moet het wel in dezelfde context plaatsen. Ik heb toen aangegeven wat Jezus ons allemaal leert over tolerantie. Hè? En dat ik zelf niet zo tolerant ben. Want Jezus was dat, weet je nog, dat ding? De ene klap krijg op je wang, moet je die andere keren, toch? Ja, in dat verband heb ik gezegd. Je hebt de christen gek worden en een twee wanklappen. Weet je, met andere woorden, zeg je domme dingen meer. Je moet niet, je moet, christendom is een hele tolerante godsdienst. Het is de leer van Jezus, leert de tolerantie en de liefde. Dus ik gaf dat als voorbeeld. Dat wil Jezus zeggen, iemand je klap geeft op ene wang, moet je die andere keren. En dat hij nog een klap geeft. Ik weet nog wat ik zei, maar ik ben niet zo. En toen heb ik dat ding even doorgetrokken. Ik wilde eigenlijk met mijn opmerkingen aantonen van, hey, dat was een boodschap en dat moeten ze eruit halen. Laten we respectvol omgaan met de verschillende godsdiensten die we hebben. We zijn rijk dat we zo naast elkaar kunnen leven. Met al de verschillen in religie en culturen. Maar wanneer mensen denken dat ze vanwege een bepaalde positie boven alles staan en alles mogen zeggen, dan krijg je onrust. Ja, en dan ben ik niet de opstoker. Ik durf het te zeggen. Ik durf het onder woorden te brengen. Eigenlijk moet je als je een goede VHP'er zeggen aan die VHP-voorzitter. Wat gebeurt met je? Je wilt toch alle stemmen weer? Denk de VHP echt dat die 20 zetels alleen VHP-stemmen zijn? Heel veel christenstemmen zijn erin. We hebben niet eens door wat ze doen met hun reactie. Ja, hij is eigenlijk symbolisch bedoel dat je die president... Twee klap zo geef op de wang. Ja, tuurlijk. Mijn lafweer. Ik trok een parallel met. Ja, ja. En die ene klap, iemand je klap op die ene wang. Geef je andere wang. dat zie je de president. Ik vind dat een toppunt van tolerantie in de leer van Jezus. Want ik bedoel, daar moet je echt Jezus voor zijn, toch? Want heb je dan zegt van smak klap, je put dat trawang in. No? Niet, toch? Nee, niet dat is zo. Ik ben niet van de bijgelopen. Dus, niemand is zo. Mm-hmm. Maar ik nee, denk maar dus, men heeft het met opzet opgeblazen. In de verkeerde hoek gedrukt. Ja, 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 ja. Omdat ze op de een of andere manier kan VHP passie niet verdragen vanaf het begin. Passie van Suriname. Maar daar hebben zij een probleem. We hebben geen probleem met niemand. Dus jij praat namens passie. Jij praat namens passie, hè? Passie voor Suriname. Daar praat jij namens, toch? Nu? Zoals wij nu praten hier op de radio. Je hebt me niet gezegd dat je mijn naam is passie. Je hebt zoveel pet op. Op een gegeven moment weet ik niet meer welke pet nee, ik... Nee, maar ik zal ook in elk interview houden. Ik rekening met de visie van passie. Dat is wel zo, want ik ben niet zo vreemd. Maar ik denk die lijst met schandalen van deze regering zo lang, die krijgen niet eens op een nieuwe WC-rol. Wat doet deze president goed in jouw ogen? Laat me dit ervan zeggen. We zijn bezig ons klaar te maken om naar het kiezersvolk te gaan. Wat doet deze president goed in mijn ogen? Was dat die vraag? Dat is die vraag, ja. Want ja, ik weet het niet. Wat doet hij goed? Vertel mij maar. Ik heb nog niets goeds gezien. Ik ben nu echt serieus, hoor. Vanaf hij is begonnen, is hij met een soort racistisch beleid begonnen. Overal moesten hun staan komen.
En is hij ook begonnen met vriendjes en nepotisme, want hij vertrouwt alleen zijn eigen mensen. En dat beleid wat hij heeft uitgegooid, was geen nationaal beleid, was geen ontwikkelingsbeleid. Hij begon direct met hem, nu pinaren we hebben artsen trekken weg, en we hebben geen medicijnen, noem maar op. Denk je aan een brug, want volgens hem gaat hij met die brug de Nigeriaanse stemmen krijgen. Weet je, dus dat soort dingen zijn vanaf het begin. Ik moet echt goed nadenken hoor. Welk goed CVT onderwijs gered niet. De gezondheidszorg gered niet. Die gekke minister die hij daar gelaten. Minister die niets doet. Ja. Er gebeurt nu ook niets bij onderwijs. En ik hou van de uitspraak van die ene generaal. Die eerste generaal van Singapore. Die heeft gezegd. Gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Dat brengt ontwikkeling in een land. En dat, het lijkt gek. Maar als je erover nadenkt, klopt het. Want als je kennis hebt, heb je macht. Hè? Als je volk gezond is, heb je kracht en dynamiek. Als het land veilig is, je security level is hoog, voelt iedereen zich veilig. Buitenlanders voelen zich veilig. Ze komen investeren. Dus als je daarover nadenkt en je kijkt naar nu, dan zie je dat er inderdaad wel geen visie is. Dat is visie eigenlijk, maar dat zie je niet terug in visie 2030, zoals het mooi heet in het begin van de VAP. Ik heb me eerlijk gezegd niet daarin verdiept, want het is ook internationaal mislukt. Niet alleen nationaal, ook internationaal. Ja, het internationaal loopt het ook niet echt. Okay. En mijn luisteraars hier... Ik heb me niet alleen verdiept waarom het niet loopt. Hoor. Want in feite, zo'n 10 jaar geleden, no, toen het werd gepropageerd, zag het er mooi uit en goed uit. Maar je weet dat we internationaal ook vol met rare figuren zitten. Hè? Die achtrijke families die de boel in touwtjes zijn aan hebben van de hele wereld. Ja. Of vijfrijke families. Ja, maar ik denk niet dat Suriname interessant is voor hen hoor. Dus eigenlijk ligt het ons Suriname is absoluut zelf niet interessant. Kijk, Suriname zou interessant worden. Of interessant. Kijk, laten we zeggen, wie is nu interessant van het Caribisch gebied? Misschien kleine barbedes, hè? Ja. Valt dat je niet op? Ja, maar je kleine barbedes. Nee, alles en wat je net zei. Dat komt door het leiderschap van Mia Motley. Ja, boekveiligheid. Wat hè? Zei je? Alle drie punten. Ja, alle drie punten van Singapore zie ik daarin terug. Inderdaad. Klopt, heel veel toegepast. Toerisme. Weet je, gezondheid is goed, onderwijs is goed, internetwerk ja, goed. Klopt. Overal. Dus op topniveau is barbedes is er niet dat voorbij gestreefd. Ja. Dat is waar. Weet je, dus, Trinidad was eigenlijk het eiland waar men naar keek, hè, in het Caribisch gebied. Zij ook gedowngraded nu, of gedowngraded, ik zeg het zo, maar ik bedoel, ze dalen ook af. En dan zie je dat een goede leider opstaat, een leider die alle kwaliteiten heeft om het land tot ontwikkeling te brengen, die de juiste eigenschappen heeft, en dat kleine eilandje, een stipje op de wereldkaart, echt een stipje Barbados, is klein, ik weet niet of je ooit daar bent gegaan, maar binnen een half uur of een kwartiertje, zo ben je om dat eiland al gegaan. Ja. En dan zie je dat het een wereldplek inneemt, dat er een grote lobby is, dat ze secretaris-generaal van de Verenigde Naties moet worden. Is een land vergelijkbaar met de onze? Kunnen wij, als wij dat soort leiderschap hadden ooit, u begreep hoe, wat voor rol wij zouden kunnen spelen met ons land en onze natuurlijke hulpbronnen, die nu weggeroofd worden, die nu openlijk ons goud wordt geroofd en openlijk getoond op TikTokjes. En dan moeten we trots zijn? Nee toch, hou op. Geen rijkdommen van het volk hoor. Een van die vragen die mijn luisteraars vaak hier gebeurt, en het gebeurt vaak hoor, dat ze die vragen, wie is klaar om het over te nemen van deze regering? Wie staat klaar? En ik ga ze heel eerlijk zeggen, ik ben met passie bezig. Ik had gehoopt dat wij allemaal van passie iemand zouden zien die kan opstaan en zeggen van oké, zonder dat je echt directe propaganda voert. Let's push up the person. Dat is er niet, dat zien we niet echt.
Het is moeilijk. Ja, maar we praten over... Ja, is om de hoek, hè. Is een kleine 14, 15 maanden voor een verkiezing. En er is geen nieuwe potentiële leider. Zie jij dat niet? Ik weet niet. Nieuwe partijen heb ik nog niet echt aan het firmament gezien, hoor. Je hoort hier en daar een oprisping van bepaalde mensen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Robert Fischnudat, die met iets begint of begonnen is. Verder hoor je niets. Je hoort niets. Ja. Omdat ik denk dat je... Het is niet zomaar. Wanneer je echt strijd wil leveren en wanneer je een politieke partij wil gaan presenteren die het alternatief moet zijn. Want dat wordt wat veel gebruikt in Suriname. Wat is het alternatief? We hebben geen alternatief, maar we moeten wel gaan stemmen. De democratie moet een uitspraak doen. Hoe het er ook uit gaat zien. De democratie moet een uitspraak gaan doen. Dus dat probeert Passie ook over te dragen de komende tijd. Aan de kiezers, ga stemmen. Want die macht ligt bij jou om te zetten wie je daar wil hebben. En bij Passie maakt het niet echt uit wie, als je maar een bewuste keus maakt. Weet je, er zijn bepaalde tradities. Ze zijn niet te doorbreken voor 2025. En met name het etnisch stemmen. Of omdat ik een pakket heb gehad, ga ik stemmen. Of omdat mijn straat geasfalteerd is, ga ik stemmen op die. You know what I mean? Maar dat is toch niet meer van deze tijd. Je stemt toch wat goed is voor mijn wijk en Suriname en mijn buurt. Dat is. Niet meer op wie dat is voor Frans Pinas en die in Nederland een stukje vorming heeft gehad. Maar niet voor de mensen die hier zijn gebleven. Ja? Dat is het probleem. Je stemt toch voor ontwikkeling om te beginnen in jouw wijk. Wat gaat hier gebeuren in mijn wijk? Hoe leefbaarder wordt het dan? En dan Suriname en zo gaat het ook. En dat is het. Het is een traject, het is een strategie. Maar het is niet voor Passie weggelegd, dat stuk. Wat Passie wil doen, is een bewustwording wakker schudden. En dan hoop je dat er politieke groepen opstaan en die dat pakken en doorgaan. Want zij willen bestuurlijke macht. Snap je wat ik probeer uit te leggen? Maar misschien moet je zelf gaan doen. Wij kunnen het basiswerk doen, maar verder kunnen we niet gaan. Willen we ook niet gaan, laten we dat ook zeggen hoor. Want als we verder zouden willen gaan, dan moet je wel consequent zijn en zeggen, weet je wat, Passie wordt maar een politieke partij. Hoor. Dan gaan we verder, dan gaan we voluit. Maar dat is het niet, dat is niet waar we voor gekozen hebben. Maar weet je, en ik zeg door gebrek aan alternatief, zodat het gedachtegoed van Passie kunnen veranderen. En dat Passie nu gewoon volgaat voor ordinaire zetelwinst. Nee, ik weet het niet. En bij de leden van Passie speelt dat niet voornamelijk. Omdat we niet zo bij elkaar zijn gekomen. Dat is het. We zijn bij elkaar gekomen. En het is natuurlijk ook een bepaalde soort type mens dat zo bij elkaar komt. Dus het is nog vrij principieel dat we alles eraan zullen doen dat je een veranderd stemgedrag krijgt. Maar de shift, er zijn natuurlijk een paar mensen tussen ons die wel actief zullen worden in politiek. Maar dat beïnvloedt Passie niet. Het werk van Passie niet. Ben je beschikbaar? Nee. Ogenblikken, snel. Ik heb live hallo, contact met Jenny van Eyck, Silas Suriname, zij is stooktrekker bij Passie. Mijn vraag was, ben je beschikbaar? Want we hebben 50 jaar proberen mannen in Suriname, maar het blijft maar een zooitje en een potje. Misschien moet een vrouw doen. Die geluiden hoor ik hier. Ja, ben maar jij ik hoef die vrouw niet te zijn. Nou, je bent wel een vrouw in de voorhoede, toch? Je moet politicus zijn, hè? Ja? Ik ben geen politicus. Ja, misschien hebben we juist geen politiek. Oké, dus jij bent het niet. Nee, ik ben het niet. Ik ben niet beschikbaar. Ik vind van mezelf ook dat ik geen politicus ben. Ik ga dingen dus apolitiek benaderen, heel technocratisch en technisch gevolgd.
iedereen in zijn opstand tegen me. Ja, sluit je ze toch op? Wat zeg je? Dat sluit je ze allemaal op, toch? Ik bedoel, als mensen te veel praten. Als ik je zeg, hoe graag. Ik wil dat er iemand komt die al die witwassers... Mm-hmm. Goudstelers, cocaïne mensen zo opsluiten. Nee. Het land is gewoon weg. Maar als jij het niet doet... Maar als ik jonger... Ik ga je eerlijk zeggen, Frans. Als ik jonger was, 10 jaar jonger, had ik het wel gedaan waarschijnlijk. Nou, ik ken maar president... Maar omdat ik ook een filosofie heb, ja? Die generatie na mij, is nog te passief. Die wil niets met politiek te maken hebben. En die moet overnemen voor de continuïteit. Dat is ook een punt hoor. Waar we ons hard voor willen maken. We moeten naar een Suriname gaan. Dat jonger leiderschap krijgt. Voor mij mag de meest ervaren politicus maar president worden. Want dat heb je ook nodig om in die positie te zijn. Maar je moet wel zorgen dat het kader en je ministers en die DNA-leden wel degelijk voor mij in die ring zitten van 35 jaar tot 55. Heel bewust praat ik over die groep. Want dat is die groep die over moet nemen. Dat is die groep die 35-jarige begint redelijke maatschappelijke ervaring te krijgen. Politiek inzicht te krijgen. Werkervaring. En hoe ouder ze worden, hoe meer ervaring, hoe meer inzicht, hoe meer hun intellectueel denkvermogen ontwikkeld wordt. Dat is die groep die moet overnemen. Dat is die groep, niet oude ervaren mensen. Die moeten resourcepersons zijn en dat is voor mij part adviseurs en weet ik veel. Maar ik vind voor de president moet je wel een hele ervaren politicus hebben. Een hele ervaren, integere politicus. Nee, en het zou prettig zijn als het een vrouw was. Want die mannen hebben het echt niet goed gepakt. Nee, en nu ben je niet beschikbaar. Wie moet het doen dan? Ik zou moeten kijken naar die vrouwen die zich echt profileren. Ik ga niet zeggen wie, maar ik kan wel zeggen dat 2 vrouwen zich zwaar profileren. Nou, zwaar is niet het woord. Mm-hmm. Maar zich profileren. En dat is Angelique Del Castillo en Jenny Simons. Oké. Okay. En die zouden het kunnen. Dus politieke vrouwen, hè? Ja, laten we praten over politieke vrouwen. Nee, we gaan op zoek naar die 2 vrouwen. Dank voor die tip hier. We gaan kijken wat hun politieke visie is. Of zij Suriname vooruit kunnen brengen. Want, dat is het. Ik kijk naar beide, volg ik. Naar beide volg ik. Omdat ze echt... Ze profileren zich politiek. Ze hebben politieke ervaring. Die een meer dan die andere. En ze zijn beide intelligent. Weet je, ze hebben een paar skills en eigenschappen die erg belangrijk zijn. Ja, maar zijn geen vrouwen waar electoraat achterloopt? Dat weet je ook, toch? Ik denk Angelique gaat dat moeten doen natuurlijk. Ze gaat die mindshift moeten maken. Ze gaat die strategie moeten vinden om het volk te bereiken. Je zegt electoraat, om het electoraat te bereiken. Jenny Simons heeft het voordeel dat ze uit de partij komt die het volk reeds bereikt heeft. Maar ze heeft ook het nadeel dat ze hard moet werken voor die partij voor de komende tijd. Vanwege de klappen die partij heeft gehad. Dus ze moeten beide hard werken. Conclusie. Ja. Hard werken voor beide. Ja, nee, we gaan afronden. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Hoefdraad, Bordeaux, Boutussen, dat zijn wat namen, greep van namen van Surinamers die voorvluchtig zijn na veroordeling. En je bent ex-minister van Justitie. Waar ligt het? Waar ligt het aan? Hoe is het zo mogelijk om zo makkelijk uit Suriname te weg te lopen als je een veroordeling hebt op je naam? Hoe komt het? Laat me dit zeggen. Als minister van Justitie weet ik als geen ander dat de grenzen niet goed bewaakt worden. En dan praat ik met name over de oostgrens, de westgrens en de zuidgrens. De zuidgrens heeft helemaal geen bewaking. Indianen lopen op en neer. Brazilianen en Surinamers gaan op en neer in elkaars land. Zonder een immigration aan te treffen. Maar westen heb je wel wat, oosten heb je wat. Mm-hmm. Maar dat zijn die... Onze grenzen zijn... Niet goed. Sorry. Niet goed, ik weet. Oké. Okay. Dat is het.
En, te weinig kader, te weinig militaire politie bij de grens, maar dat is iets bij jullie. Te weinig om te controleren. Dus je kan ze daar binnenkomen. En dat maakt ook dat grensoverschrijdende cocaïnehandel zo makkelijk gaat. Dus ja, als je dat weet, dat je grenzen slecht bewaakt zijn en je doet er niets aan, blijft maar zo, dan is het makkelijk om te ontvluchten, ja. Prenobe en dergelijke zijn ook zo makkelijk ontvlucht via de oostgrens. Weet je? Dus dat is makkelijk. Vluchten naar het buitenland. Welke grens heeft Boten ze gebruikt? Vluchten in dit grote land waar het vol bos zit. Mm-hmm. Is ook makkelijk. Ja, ja. Prenobe, de naam noem je, die is via de oostgrens Suriname uitgevlucht. Welke grens heeft Boten ze gebruikt? Ik weet het niet. Is Boten ze over de grens gegaan? Ik weet het niet. Dus hij is in Suriname? Nee, jij moet het weten. Je bent close met Boten ze geweest. Kijk, we weten het van Hoefdraad. Ja? Omdat de Hoefdraad op een gegeven moment gesignaleerd is in Guyana voordat hij verdween. Ja. Dus je kan vermoeden dat er een bepaalde route gebruikt is. Ja. Van Bordeaux denk ik dat Bordeaux net hier in dit land is. In Suriname? Dat denk ik. Oké. In Suriname, dat denk ik. Dat denk ik. Maar kijk. En je bent niet de eerste de beste. Je bent niet de eerste de beste, hè? Je bent niet de eerste de beste. Wat zeg je? Ik zeg, je bent niet de eerste de beste. Je bent ex-minister van Justitie. Dus als je iets zegt, dan wordt het hier serieus. Nee, maar ik wil ook wel zeggen waarom ik het zeg. Ja, tuurlijk. Graag. Maar kijk, de Marons in het oosten, tot aan Brokkepoort, hè. In zekere mate hebben Marons en Indianen uit het een beetje oostelijk gebied vrije verkeerstoegang tussen Frans-Guyana en Suriname. Begreep je? Mm-hmm. Je hoeft niet langs de gendarmerie te gaan. Ja. Maar de hele Marowijn-rivier is niet zo geweldig bewaakt. Aan onze zijde zeker niet. En bij de Fransen die letten op de Scaliaanse die niet komen kletsen in die Marowijn-rivier. En verder is die hele grensrivier bewaakt. Dus als je weet dat je grensbewaking zo zwak is en je kent de gewoonte van de Marons en Indianen zo uit het oosten, uit het midden van Suriname, dat ze op en neer gaan, is het niet moeilijk te raden, toch? Dat is de route wat je denkt van Bordeaux. Hoefdraad is in Guyana gesignaleerd. En Boten ze? Boters is nergens gesignaleerd nog, volgens mij hoor. Jouw informatie. Volgens dan, mij. Ex-minister. Dus ik heb, kijk, laat me dit van zeggen. Mensen geloven het misschien niet. Maar Boters zou zo stapelgek zijn om mensen te laten weten waar hij is. Is gevaarlijk. Nou, iemand moet het wel weten. Je kan nergens zijn en je hebt geen contact meer met het thuisfront. Dat is onmogelijk. Dat niemand, is een suggestie van jou. Maar niemand verdwijnt toch van de aardbol? Je kan toch niet zomaar verdwijnen van de aardbol? Ook als je ergens anders komt, nee, moet je met nieuwe mensen leven. Maar meneer Pinas, u bent suggestief en ik weet het Nee, ik vraag alleen maar. Oh, je weet het niet. Nee, omdat je zo mooi uitleg gaf over Bordeaux en Hoefdraad. Nee, wat weet ik van Boten? Hij is naar het binnenland gegaan op een gegeven moment. Dat was het laatste bericht. En dat was nog voordat hij zich moest aanmelden. Dat is het laatste bericht, meer weten we niet. Oké. Althans, ik hoor. Nee, oké, dat is mooi. Zullen we afspreken dat je minimaal één keer in de maand hier praat namens Passie met diaspora die een beetje wanhopig zijn naarmate de verkiezingen naderen? Oké, als dat het onderwerp is, dan wil ik het wel graag doen. Oh, daar is een onderwerp, hoe Suriname vooruit te krijgen. Ze mogen zich zorgen maken. We moeten gaan nadenken. Ik ben een voorstander van samenwerken met de diaspora. Ik maak er geen geheim van. Pas heeft het vanaf het begin ook gezegd. We hebben alle hulp nodig voor Suriname, meneer Pina. Alle hulp, letterlijk. Alle hulp hebben we nodig. En daarom ben ik een voorstander van dat we goede dingen hier organiseren, om het zo uit te drukken, om diaspora mensen op te vangen. En geen Mennonieten, Indiërs, weet ik veel.
en koningen uit Afrika. En we praten volgende keer. Je hebt ze al 3-4 onderwerpen aangesneden in een 40 minuten interview. Bedankt voor jouw tijd en een mooie duiden over alles wat er gaande is in Suriname. En ook over het laatste nieuws wat VAP hier probeert te brengen. Dat je aan het stoken bent met jouw uitspraak. Ik stok helemaal niet richting hoor, de president. Waar. Nee, maar fijn dat je terug. En ik mag emotioneel reageren. Als het omgekeerd was. Dat iemand anders het hindoeïsme zou beledigen. Zou je ook reageren, no? En een emotionele reactie zou geven. Stop die persoon. Je zou ook ja, ik ben live. Ik zeg, je zou ook reageren als het om het hindoeïsme zou gaan. Zou je ook diezelfde reactie? Zou ik ook reageren. Okay. Absoluut. Alright. Al ben ik geen hindoe. Ja, ja. Men moet respect hebben voor elkaars religie in een diversiteit, in die plurale samenleving waarin we leven. Wanneer we vredig willen leven met respect voor elkaar, ga je respect moeten tonen voor zeker religie en cultuur van elkaar. Dat is gezegd. Dat is echt mijn visie. Als men het hindoeïsme zou beledigen, had ik het ook gedaan, want dit doe je niet. Wordt afkeuren als een christen dat gedaan heeft. Inclusief de president. Met dezelfde bewoordingen, misschien niet emotioneel, want ik kan die emotionele religieus gevoel van de hindoe niet hebben, ik ben geen hindoe, maar ik had wel emotioneel gereageerd omdat je een van de volkeren beledigd van ons land. Om die reden zou ik emotioneel zijn. Oké. Ik dank je zeer voor je tijd en een mooi gesprek. Jennifer van Dijk Silos, advocaat in Suriname. En tegenwoordig mediapersoonlijkheid. En voortrekken voor vrouw van passie van Suriname. Dank je wel. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.